Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Leni. En eerder deze week nam ik de video op mannelijke energie in de connectie. Nu, ik kreeg van meerdere de vraag of ik dit ook wil doen voor de vrouwelijke energie in de connectie. Dus met heel veel plezier, ook op deze manier. Ik ga dezelfde manier gebruiken van kaartlegging. Ik neem de Psychic Tarot als basis. En de Osho Zen Tarot ter verduidelijking. Nu gaan we er gelijk even aan beginnen. Het is komend weekend trouwens ook wel nieuwe maan. Dus zet jouw intenties heel duidelijk neer. Zodat de energie ook haar werk kan doen. Misschien toch ook nog even meegeven, want daar kreeg ik ook een aantal vraagjes over. We hebben allemaal de mannelijke en de vrouwelijke energie in ons. Nu is het meestal zo dat vrouwen wat meer, veel meer die vrouwelijke energie voelen. Dat vrouwen algemeen vanuit hun vrouwelijke energie gaan handelen. En mannen doen dat vanuit hun mannelijke energie. Nu in de connectie is dat belangrijk, hè? Omdat beide energieën elkaar ondersteunen. Nu als ik spreek over de connectie, dan bedoel ik de zielsconnectie, de hogere zielsconnectie. Nu, ik ga het daar later in een aparte video nog meer over hebben. Ook vooral wie vanuit zijn of haar vrouwelijke energie wil gaan handelen. Wat je vooral voor jezelf kan doen in de connectie. Want dat is toch wel belangrijk, hè? Het uiteindelijke doel van dit alles. Zeker als je iemand hebt ontmoet waarbij je die sterke connectie voelt. Dan is er in jezelf een energie wakker geworden. Dan is er een energie in beweging gekomen die jou heel graag wil leiden, begeleiden. Het universum als het ware, die jou een teken geeft van hey, je hebt hier een missie, je hebt hier wat te doen in dit leven. Dus ga jezelf ontdekken, ga kijken wie jij bent. Bevrijd je van alles wat jou tegenhoudt en ga datgene doen wat bij jou past, waar jij... voor in dit leven bent gekomen. Dus dat ook even ter informatie. Ik ga eerst gelijk even kijken. De huidige vrouwelijke energie in de connectie. Wat houdt ons bezig vanuit deze energie? En dat is het verheugen in viering. Blijkbaar, ik zeg we, ja, omdat ik... toch ook heel sterk die vrouwelijke energie bij mezelf voel. Zijn we heel erg gefocust op het samenkomen, op de samenkomst, de reunie als het ware, zoals dat wordt gezegd. Ja, het vieren. Maar deze kaart geeft wel aan, hè? Je ziet de drie. Dus dat zegt dat er nog iets of iemand in deze situatie is, waardoor het misschien... niet mogelijk is of waardoor de omstandigheden niet ideaal zijn. Het is een emotionele kaart, dus dat geeft wel aan dat we enorm vanuit ons gevoel, vanuit de vrouwelijke energie, enorm vanuit ons gevoel hunkeren, enorm verlangen naar dat samenkomen. Ik ga straks even verduidelijken met de Osho Zen Tarot. Ik ga eerst even naar het mentale stukje. Vrouwelijke energie in de connectie, mentale stukje. Voorspoed. Voorspoed begint. Dus de eerste kaart in het, in het aardse stukje, noem ik dat. Dus er wordt iets gepland. Het is een nieuwe start. Dus vanuit ons denken, vanuit het mentale stuk... zijn we toch enorm bezig met een nieuwe start en voelen we dat ook. Dat er een nieuwe energie binnenkomt op dit moment. En dat we daar weldra de vruchten van kunnen plukken. Dit slaat wel vooral op ons eigen leven. Dus een heel positieve kaart. Benieuwd wat er straks bij komt. Het gevoelstukje. Vanuit het gevoel. Vanuit ons hart. Vanuit de vrouwelijke energie. Dit moment.
Oké, chakrakaart, derde oogchakra. Dus blijkbaar ons helder weten, helder voelen, helder zien, is heel sterk aanwezig. Dus let op dromen, beelden en vertrouw daar vooral op. Want vanuit het gevoel, dat wordt nog eens versterkt. Door dat helder weten, helder voelen en dergelijke. Ik noem dat een actiekaart. Waar wil de vrouwelijke energie naartoe? Wat is nu belangrijk? Wat voelt er als belangrijk? Wat is het doel vanuit de vrouwelijke energie? Ook in de connectie. Wat moet er als het ware eerst gebeuren? Hè? Vooraleer we ook stevig staan in de connectie. Geduld en planning. Dus ergens voelen we dat we dingen kunnen gaan plannen. Dat we dingen heel concreet in onze agenda kunnen zetten. Maar tegelijkertijd ook geduld. Dus het is belangrijk dat we even gaan kijken of er voldoende structuur is in ons leven. Dat alles netjes en ordelijk verloopt in het aardse stukje in ons leven. Dus straks nog wat verduidelijking. Er is altijd een uitdaging. Wat kunnen wij doen om dit te bereiken? Om dingen te kunnen gaan plannen, dingen te kunnen concreet te kunnen maken. Het kan een obstakel zijn, maar het kan ook gewoon iets zijn waardoor we dichter bij onszelf komen. Ja. En ik denk dat het eerder dat tweede zal zijn, want het is een kaart van keuze. Beweging, dus dat is al positief. Dus we moeten als het ware een beetje in beweging komen, maar tegelijkertijd ook keuzes maken. Alweer op aardsvlak. Toch gaan kijken wat voor onszelf belangrijk is. Dus keuzes, beslissingen. Dus zorgen dat we ergens op een bepaald vlak toch wel een duidelijke keuze maken voor onszelf. Misschien dingen gaan veranderen. Straks meer kaartjes daarbij. En dan, waar brengt de energie ons naartoe? Wat is het doel van dit alles? Waar brengt het ons naartoe? Oh, die kwam heel stevig naar voren. Spirituele kracht. Ik heb deze kaart al een aantal keer uitgelegd in vorige video's. Deze kaart komt naar voren als je voorbij het mentale stukje bent gegaan, voorbij het emotionele stukje bent gegaan. Dat kan gepaard gaan met een bepaalde vermoeidheid. Meestal omdat dat best heftig is, zwaar is, heel veel vraagt. Fysiek, emotioneel, worden we tot het uiterste gedreven. Als we echt tot het allerdiepste in onszelf zijn gegaan, dus niet alleen in ons denken, maar ook in ons voelen, dan komen we bij onze spirituele kracht. En dat is echt wel onze kern, onze waarheid, wie we zijn. Daar waar we beschermd worden, daar waar we gedragen worden door de energie. Daar waar we echt wel één kunnen zijn met ons en ons compleet hebben verlost van alles wat ons heeft tegengehouden in ons denken, in ons voelen. Dus dat wil wel zeggen dat we door een heel proces zijn gegaan en dat bij deze kaart, als ik deze kaart in een reading naar voren krijg, dan weet ik meestal dat deze persoon zich nog kan vermoeid kan voelen, misschien zelfs uitgeput kan zijn. Dat is eigenlijk nodig omdat je dan gaat zoeken naar je innerlijke krachten. Dan zoek je het niet meer buiten jezelf, dan ga je echt wel zoeken binnenin jezelf, omdat dat nog de enige plek is waar je denkt nog iets te vinden. En dat is dus ook effectief zo. Het is vooral binnenin jezelf dat je je kracht dan vindt. Dat is een mooie eindkaart als het ons daarheen brengt. Natuurlijk niet de meest makkelijke. Want dat wil wel zeggen dat we misschien door een toch nog redelijk vermoeiend stukje gaan. Ik ga deze kaartjes even apart leggen. Even kijken. De huidige energie. We zijn toch enorm bezig met die vereniging. En ik weet sowieso
dat we daar niet te veel mee mogen bezig zijn. Dat het heel erg belangrijk is dat we ons op onszelf focussen. Ik ga eerst even kijken. 3 kaartjes. Oké. Het alleen zijn. Dus blijkbaar zitten we toch nog in een donker stukje. Zien we niet heel duidelijk waar we naartoe gaan. Maar voelen we ergens wel van, oké, we werken naar het licht toe. Dus het is gewoon een kwestie van geduld. Nog alleen zijn met onszelf. Ons volledig inderdaad op onszelf richten. 2e kaart. Oké. Onderdrukking. Er zit toch blijkbaar nog een onderdrukking van onze eigen energie. Onze eigen kracht, die is nog niet volledig aanwezig. En dan krijg ik daar isolation bij. Dat is de diepere pijn, de diepere hartepijn. Alles wat we heel diep in onszelf verborgen hebben, dat stilaan nog aan het smelten is en wat door bepaalde zaken is aangeraakt. De afgelopen dagen, de afgelopen weken misschien. Ik weet niet of jullie dit herkennen in jezelf. Vanuit je vrouwelijke energie. Dat je enorm bent gefocust geweest op dat samenkomen. Dat je voelt dat het belangrijk is om nog tijd met jezelf door te brengen. Misschien is de situatie zelfs zo dat je niet anders kan dan gewoon terug naar jezelf keren en nog heel even met jezelf bezig zijn. Waarom? Omdat je jezelf nog niet helemaal laat zien zoals dat je bent. Je onderdrukt je eigen energie nog steeds, je eigen kracht. Nu, dit is wel het 10 van vuur. Dus dat wil voor mij wel zeggen dat dit een einde is van een cyclus. Dat er iets wordt afgerond. En dat dit onze eigen energie is die naar boven wil komen. Dus wat we ook doen, deze energie wil naar buiten komen. Dus dat ga je enorm voelen. Dat kan zijn dat er heel veel energie in jou beweegt. En dat je bijvoorbeeld heel veel warmteopwellingen hebt. Kundalini-energie kan dat zijn. Dat je ook enorm wordt geconfronteerd met je omgeving. Omdat dat, we worden nog deels blijkbaar vastgehouden vanuit onze vrouwelijke energie. Door bepaalde zaken, misschien bepaalde mensen. Dus dingen die ons nog naar beneden trekken, dingen die ons nog klein willen houden. Dus het is nu een tijd om helemaal onze eigen kracht te voelen en recht te gaan staan. En onze eigen energie door die barstjes sowieso naar boven. En we hebben die opening naar boven toe. Dus alles is eigenlijk aanwezig om ons helemaal open te stellen, onszelf te laten zien. Dus ik vind het een heel, heel belangrijke kaart. Om toch even bij stil te staan. Wat onderdruk jij nog? Op welk vlak durf jij jezelf nog niet te laten zien? Wat heb jij bij jezelf nog niet volledig tot uiting gebracht? Wat heb jij in jezelf nog niet volledig ontplooid? Wat hou jij nog binnenin jou? Het gaat om kracht, hè? Het gaat echt wel om jouw eigen energie, jouw eigenheid, jouw eigen zijn. En die pijnstukjes, het mag misschien een minder fijne kaart lijken, want deze 2 kaarten kwamen ook in de mannelijke energie naar voren. Meerder in de uitdagingen en dergelijke. Kan zijn dat je verdrietig hebt gevoeld. Vooral het alleen zijn, samen met deze, maar alleen met je eigen gevoel. Ik spreek wel vanuit de vrouwelijke energie, hè? Vanuit de vrouwelijke energie gaan we ook ons gevoeliger opstellen. Op een goede manier. Maar op dit moment lijkt alsof we nog net iets te veel gefocust zijn op dat samenkomen. Terwijl het belangrijk is dat we nog even aandacht besteden aan onze eigen pijn. Zorgen dat we onze eigen energie naar buiten kunnen brengen. En dat kan blijkbaar alleen maar gebeuren door alleen met onszelf te zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je constant alleen moet zijn. Maar neem voldoende tijd met jezelf. In stilte. En als het even op dit moment nog donker lijkt, weet dan dat het licht er wel aankomt. Dat het allemaal wel duidelijk wordt. Maar sta even stil bij wat jij nog onderdrukt in jezelf. In welke gevallen jij nog niet jezelf kan zijn. En wat je misschien nog
moet gaan veranderen in jouw leven, zodanig dat jouw eigen energie gewoon volledig kan gaan stromen, want dan pas. Dus dat derde stukje wat hier aanwezig is, wat het niet ideaal maakt. Dat kan een blokkade zijn nog in jouw eigen energie. Dat kan ook zijn dat de ander in de connectie nog in een eigen karmisch stukje zit. Dat kan een karmisch contact zijn. Gewoon een karmische les kan dat ook zijn. Maar daardoor kan er ook een beetje een afstand worden gecreëerd tussen beide energieën. En dat wordt mij hierin toch wel heel erg duidelijk. Ik ga even kijken wat de andere kaarten zeggen. Maar dit is wel heel erg belangrijk. Om toch wel te onthouden de komende dagen en weken. Mentale stukje. In drie kaartjes. Oké. Het creëren. De creator. Dat is het stuk in ons wat echt wel wil gaan ondernemen. Hè? Het is de koning van vuur. In het mentale stukje, dus vanuit ons denken. We zijn daar echt wel mee bezig om iets te gaan creëren. Past heel mooi bij deze kaart. Hè? Want we voelen dat er nieuwe energie binnenkomt. En deze kaart bevestigt dat alleen maar. Alleen is het vanuit ons denken, dus dat gaat vaak om ideeën. Hè? Gedachten die misschien al een tijdje spelen. Iets wat al heel lang aanwezig is, wat ons al een tijdje bezighoudt. Wat we willen creëren, wat we willen waarmaken, waar we mee aan de slag willen gaan. Tweede kaart. Kwam heel duidelijk. Het is wel de kaart van controle. Dus we zitten in onze gedachten blijkbaar toch nog, ik ga niet zeggen vast, maar we houden blijkbaar toch nog vast aan bepaalde ideeën of gedachten, waardoor we onszelf toch nog een beetje beperken. Dus die energie om te gaan creëren, om een nieuwe start te maken, die is volledig aanwezig. Alleen is dit de koning van wolken alweer. Dus het is een beetje een dubbele kaart, want die zegt van ja, je hebt de kracht of de energie om dingen heel concreet te maken. Alleen zorg dat je niet te stevig, te krampachtig vasthoudt aan, zeker in het mentale stukje, aan je denken, aan je gedachten, bepaalde gedachtenpatronen. Besteed daar even aandacht aan. Oké, dan krijgen we een mooie kaart. Completion, de voltooiing. Laatste puzzelstukjes die op zijn plaats vallen. Dus dit is voor mij wel duidelijk in die zin dat er een nieuwe energie binnenkomt. Die zorgt dat we vooral op aardsvlak nog een aantal dingen mogen doen. De ideeën zijn aanwezig. We hebben de energie in ons. Ja, het zit ter hoogte van de zonnevlecht, maar we voelen die energie in ons. Die ideeën zijn aanwezig. Dus eigenlijk vanuit onze vrouwelijke energie voelen we waar we naartoe willen. Uiteindelijk zou dit een heel snel proces moeten zijn, want heel snel volgt er een voltooiing of een afronding van iets. Alleen zit die kaart van controle daartussen. En gebruik de kracht van controle op een positieve manier. Je kan dingen in een structuur plaatsen, zorgen dat de dingen concreet worden. Maar zorg wel dat je niet krampachtig vasthoudt aan wat je wil. Dat is iets wat ik in mijn eigen zaak en in mijn zelfstandige activiteit ook heb gemerkt. Net als ik de dingen loslaat. Ik weet dat ik het al vaker heb gezegd. Maar op momenten dat ik de dingen loslaat, hè, dat ik de uitkomst van de zaken loslaat, dat vooral. Ik denk van oké, dit doe ik graag, dit voelt goed, ik ga me daar gewoon op focussen. En de rest zie ik wel. Los van inkomsten of resultaten. Dan komt dat heel snel. Dus voor mij is het dan belangrijk om
daar toch een bepaalde structuur in te creëren, dingen heel concreet te maken voor mezelf, voelen wat ik echt wil, wat voor mij goed voelt, zeker als ik nieuwe dingen start, om het echt op mijn manier te doen, maar dan wel even die controle los te laten over het eindresultaat. En dan vallen voor mij die stukjes vanzelf op zijn plaats. Zo ben ik ook ooit die video's begonnen als van, oh, dat lijkt mij eens een leuk idee. Ik ga dat gewoon eens proberen. En door de reacties ben ik daarmee verder gegaan. En kijk, het is nu eigenlijk ook al best een groot deel van mijn praktijk en mijn bezigheden. Dus dat voor het mentale stukje. Het gevoelstukje. Ik zei het daarnet al. Helder voelen, helder weten. Het is meer dan onze intuïtie alleen. Dus het kan zijn dat je heel veel dromen hebt. Bepaalde beelden. Vertrouw daar ook wel op. Voor jezelf ook, hè. Als je een bepaald gevoel hebt bij iets, van dit zit niet goed, vertrouw daarop. De kaart van speelsheid, playfulness, speelsheid. Voor mij wel aan van, wees niet, misschien niet te serieus, neem het niet te zwaar. Dat is correct gezegd. Maak het een beetje lichter voor jezelf. Alles wat je voelt, alles wat je weet diep binnenin. Zeker in de connectie. Ik weet dat het niet makkelijk is, want je wil de ander ook verder helpen. Maar die heeft ook een proces af te leggen. Dus maak het wat lichter voor jezelf. Zoek die speelsheid in jezelf. Zoek hoe je op een speelse, fijne manier, lichte manier, om kan gaan met je helder voelen, helder weten en dergelijke. Oké, dat is de kaart van ja, de lovers. De geliefden, dus ook in het helder voelen en helder weten, voelen we die hartsconnectie, hè? De verbinding van hart naar hart, zoals ik dat zo graag zeg. We voelen dat wel. Dit zit in ons gevoel. Hier zijn we ons bewust van. Zoals ik zei, dit gaat verder dan puur onze intuïtie. Dit is echt wel helder weten. Dit weten we. Laat dat stukje ook zijn. En zoals ik daarnet zei, hou het licht voor jezelf. Dus maak het niet te zwaar. Geniet vooral van die verbinding van hart naar hart. Dus dit is echt wel de energetische connectie. Daar mag je gerust volledig aanwezig in zijn. Maar het aardse stukje, wat we hier hadden, die vereniging, dat is heel emotioneel. Dat is, dan moeten beide partijen gevoelsmatig ook helemaal openstaan en volledig hun eigen stuk hebben afgerond. Dus dat is blijkbaar nog niet voor heel onmiddellijk. Hangt er een beetje vanaf waar jij zit natuurlijk in je proces. Maar voor het gevoelstukje, maak het niet te zwaar. Wees je wel bewust van de energetische connectie. En vertrouw daar ook wel op als je het voelt. Dan is het ook effectief zo. Oké. Intensiteit. Deze kaart geeft voor mij wel weer dat je dat deze periode extreem kan gaan voelen. Die hartsverbinding, die liefde. Nogmaals, hou het licht. Ik weet dat dat niet makkelijk is, want ik zeg vaak, ja, als ik die enorme liefde voel, inderdaad, als die enorm in mezelf gaat bewegen, als er heel veel energie over en weer gaat, dan weet ik soms ook met mezelf geen raad. En dan lijkt het alsof ik mijn liefde geen richting kan geven, omdat die zo groot is. En iets wat ik heel moeilijk kan uitleggen. Ik zeg dan van, ik kan mijn liefde geen richting geven. Ik weet niet waar ik ermee naartoe moet, als het ware. En gelukkig kan ik dat een stukje in mijn werk stoppen, of ga ik dan video's maken of dingen schrijven. Maar deze kaarten geven aan, het kan best intens zijn. Je kan heel intens die liefde voelen.
Vooral vanuit het energetische stukje, die hartsconnectie voelen. Maar houd het licht, houd het speels. Geniet ervan. Hè? In hoeverre dat dat dan mogelijk is. Geniet vooral van de liefde en doe er iets positiefs mee. Voor jezelf ten eerste. Dat probeer ik toch te doen. Om dan op iets te zoeken waar ik al mijn liefde in kan stoppen. En deel die liefde gerust met de ander, maar weet dat het op energetisch vlak is. Dichterbij. Actie. Voelen dat het tijd is om te plannen. Dat willen we gaan doen. We willen plannen gaan maken. We willen ons leven structuur geven. We hebben nood aan een zekerheid, want dit is wel een aardse kaart. Oké. De eerste kaart is wel creativiteit. Dus wees creatief. Verlies je vrouwelijkheid inderdaad niet als je plannen maakt, als je dingen probeert te organiseren. Gebruik je creativiteit. Die is enorm aanwezig. Dus je kan enorm actie ondernemen vanuit het creatief zijn. Dus ook het speelse stukje, het vrouwelijke stukje. Het tweede, traveling. Ik wil voor mij zeggen, dit is een reis, inderdaad. Het is een weg die je aflegt. Ja, dit is niet iets wat een einddoel heeft. Dit is gewoon, je bevindt je op een bepaalde plek. Je doet daar wat je mag doen, of moet doen, of kan doen. En als je klaar bent, dan kan je doorgaan op je reis naar het volgende. Nu, er zullen stukjes zijn op je tocht die wat mistig zijn, waar je niet heel duidelijk ziet waar je bent of waar je heen gaat. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Dus deze kaart geeft aan dat je enorm in beweging bent, dat je ook dat het goed is waar je bent en dat je daar ook je ding mag doen. Maar weet ook dat er nog eens een stap komt en dat het een reis is. Dus dat we eigenlijk allemaal op een of andere manier, zeker vanuit het creatieve stukje, nog een eind te gaan hebben. En dat is alleen maar, ja, dat is wat het leven is, hè? Het leven is een reis, hè? En als laatste kaart. We are the world. Dus op een of andere manier gaan we mensen tegenkomen. Gaan we toch wel voelen dat we één zijn. Dat we ons met anderen kunnen verenigen. Dus ik vind dit heel fijne kaarten, want dat is hetgene wat we blijkbaar toch wel willen. Hè? Waar we inderdaad actie voor willen ondernemen. Belangrijk is dat we onze creativiteit gebruiken. Dat we ons bewust zijn van het feit dat het een reis is. Dat we aan een soort van, zoals ik zeg, het is een proces uiteindelijk. Maar het is wel een reis, een ontdekkingsreis, hè, waar we bij iedere stap iets leren en wat ons altijd wel verder brengt. En het brengt ons blijkbaar ook in contact met anderen. Daar waar we ons één voelen met anderen, waar iedereen gelijk is. Dus een beetje waar we naartoe werken. Wat mogen we gaan overwinnen? Of wat is hetgene wat de uitdaging als het ware? Dus blijkbaar hebben we nog keuzes te maken. Beslissingen te nemen. Zijn er nog dingen die in ons leven mogen veranderen? Voordat we volledig in de connectie kunnen gaan. Vanuit onze vrouwelijke energie hebben we nog iets te doen. Dat kan geld zijn, financiën. Dat kan met werk te maken hebben. Dat kan ook woning zijn bijvoorbeeld. Dat kan ook maken hebben met bepaalde zaken die je wil gaan doen. Maar wel in het aardse stukje. Er is iets in jouw leven wat nog mag veranderen. Een knoop die je nog mag doorhakken voor jezelf. Duidelijker ook je richting aangeven blijkbaar. Hier wel bij. Dus de kaart is de kaart van vertrouwen. Heb vertrouwen. Een beetje het gevoel van, het zou kunnen dat je al een tijdje op dat punt staat. Van, ik wil heel graag een keuze maken. Ik wil een beweging maken. Een bepaalde kant uit.
Heb vertrouwen. Als dat goed voelt, ga er gewoon voor. Spring gewoon. Je komt wel uit waar je mag zijn. Dus heb dat vertrouwen. Nog zo'n kaart. Going with the flow. Laat je met de stroom meegaan. Dus ook nog eens een emotionele kaart. Dus in dat aardse stukje is het belangrijk dat we op ons gevoel afgaan. Vanuit onze vrouwelijke energie. Vertrouwen en ons met de stroom laten meegaan. Misschien is het voor ons eigenlijk al duidelijk wat we mogen doen of wat we nog, welke beweging we mogen maken. Dat de energie het ons al heeft aangegeven. Maar dat we ons gewoon mogen laten meegaan. En nog een derde kaart. Die kwam ook heel duidelijk naar voren. Volwassenheid. Ik noem dit spirituele volwassenheid. Belangrijk om toch wel te beseffen. Zeker omdat dit een uitdaging is. Dat we vanuit onze vrouwelijke energie een bepaalde maturiteit, inderdaad, een spirituele maturiteit hebben bereikt. En dat het tijd wordt dat we echt helemaal in dat vrouwelijke stukje gaan staan. Zeker ook als we op aards vlak bepaalde keuzes maken. Dat we dat doen vanuit het spirituele stukje in ons. En vanuit ons vertrouwen en wat hier ook naar voren kwam. Vanuit ons helder weten. Vertrouwen op dat gevoel. En dat we ook kunnen plannen vanuit een bepaalde creativiteit. Alweer dat vrouwelijke stukje. Dus het komt een aantal keer naar voren. Ik zie dat ik niet zo heel veel tijd meer heb. Dus ik ga de video in twee deeltjes doen. Dus ik ga hier even afronden. En dan zie ik jullie zo meteen bij het tweede deel. Tot zo!